Voor de vrouwen van Indonesië is de figuur van Raden Adjeng Kartini van zeer groot belang geweest. Zij wordt beschouwd als de baanbrekster voor de emancipatie van de Indonesische vrouw, die in haar tijd onverbiddelijk gebonden was aan talrijke adat. Zowel in als buiten haar vaderland herdenken de Indonesiërs jaarlijks haar geboortedag. In ons land gebeurde dat deze dagen op het landgoed Bakkershagen in Wassenaar. De echtgenote van de waarnemend hoge commissaris, mevrouw Susanto Tirtoprodjo, stelde de betekenis van Kartini ook voor de huidige generatie nog eens in het licht. De bijeenkomst werd besloten met enkele dansen, uitgevoerd door kinderen, met de natuurlijke gratie die het kenmerk is van de dansers van Indonesië.